Amsterdam is helemaal niet plasvriendelijk. Dat is heel slecht gesteld. Dat is in heel Nederland en de hele wereld zo. Maar in Amsterdam is het heel slecht. Er zijn 33 urinoirs voor mannen. En er is één proeftoilet voor vrouwen. Op het Waterloopplein naast het stadhuis. Dat is veel te weinig. Dat is een schande. Heeft u nou ook wel eens meegemaakt dat u ontzettend nodig naar de wc moest en dat er gewoon helemaal niks in de buurt was? Ja, en toen ben ik tussen de auto's, geparkeerde auto's gaan zitten, want je moet toch wat? Ja, heb ik gedaan. Ja, maar dat moet ook op zo'n moment, want u kunt het natuurlijk niet oneindig lang ophouden en uiteindelijk maar in de broek plassen. Nee, dat, in mijn broek plassen is geen optie. Dus ga ik op de hurken tussen geparkeerde auto's ergens op de gracht. Want daar komt het op neer. Ja, maar daar zorgt de gemeente Amsterdam voor. Ja, precies. En dan kan ik nog een boete krijgen, ook voor het wildplassen. Ik kon het een keertje gewoon niet meer ophouden. Toen moest ik wel. En wat was dat voor ervaring? Ik voelde me echt heel smerig. Ja. Nee. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde als je naar de enige wc bij Leidse gaat. Dan is het ook heel erg vies. En die mannen hebben gewoon legio kans. Kijk maar, ze komen op het Pleitseplein schieten zoals letterlijk paddenstoelen uit de grond, hè, in het weekend. En wij hebben niks. Nee, u zou natuurlijk met uw billen zo naar achter op dat toilet kunnen zitten, maar dat is natuurlijk ook geen... Ik heb een keer een krul geprobeerd, gedaan. Ik denk, wat mannen ervaren, dat wil ik ook doen, maar dat klettert aan alle kanten. Dat raad ik niemand aan. Dat moet je niet doen.